de jaren nog aantrekkelijker en welvarender gemaakt dan hij al was. Maar nog meer dan aan het toerisme dankt Scheveningen zijn welvaart aan de zeevisserij die door zijn mannen al sinds eeuwen wordt beoefend. Simpele bomschuiten en kotters maakten plaats voor loggers en trollers die de Scheveningers in staat stelden op verre visgronden hun kansen op goede vangsten te vergroten. Een uitgestrekt gebouw voor de afslag van de vangsten kwam nog maar kort geleden gereed. Deze visafslag, de grootste van Europa, completeerde het beeld van een haven, geheel berekend op de grote zeevisserij. In de naoorlogse jaren bleek dat Scheveningen door zijn ligging zeer geschikt zou kunnen zijn voor de kleine handelsvaart. Van hieruit worden de laatste jaren bijvoorbeeld agrarische producten uit Midden-Europa verscheept en exporteren de Westlandse tuinders hun producten naar Engeland. Zo kwam een verbinding tot stand met de Britse haven Great Yarmouth. Deze wordt met ferryboten onderhouden door de Norfolk Line. Door deze ontwikkeling deed het bezwaar dat de buitenhaven van Scheveningen aan de scheepvaart opleverde zich steeds meer gelden. De door twee hoofden gevormde vrij ondiepe havenmond lag namelijk precies in het brandingsgebied, te midden van bewegelijke zandbanken. Met de steeds toenemende diepgang van de moderne schepen was het dan ook gevaarlijk deze buitenhaven bij laag water en slecht weer in of uit te varen. Talrijk waren de dagen waarop een door stormkracht opgezweepte Noordzee scheepvaartverkeer hier gewoon niet toeliet. De enige oplossing was een verlenging van de havenhoofden ver de zee in. De ontwikkeling van Scheveningen vereiste die oplossing. De havenmond moest uit de branding. Om de havenmond buiten de brandingszone te brengen, moest de Zuiderdam met 600 meter en de Noorderdam met 400 meter worden verlengd. De bouw van deze dammen werd opgedragen aan een combinatie van 6 maatschappijen, de combinatie Havenmond-Scheveningen. Alle ervaring, alle know-how op het gebied van zink, bagger en betonwerken werd zo gebundeld met een in decennia opgedane praktische kennis op het gebied van waterwerken. Onder één centrale leiding begon deze combinatie met de aanleg en het inrichten van werkterreinen, ruim genoeg voor het opslaan van enorme hoeveelheden startsteen en van de honderden grote betonblokken en bouwelementen die hier onder meer met behulp van een betoncentrale gefabriceerd moesten worden. Op deze terreinen worden ook de zinkstukken vervaardigd voor de bodembescherming ter plaatse van de dammen. Overeenkomstig het volgende dwarsprofiel moeten die dammen worden gebouwd. Zinkstukken onder en aan weerszijden van de teen van de dam vormen de basis, samen met een 1 meter dikke grindlaag in het hart van de dam. Als kern steen in stukgewichten van 300 tot 1000 kilo. Op deze kern de kruin van de dam, bestaande uit geprefabriceerde elementen gevuld met beton. Ter bescherming van kern en kruin een bekleding van zware betonblokken met een teenbestorting van 1000 tot 6000 kilo. In april 1969 werd begonnen met het plaatsen van de zinkstukken, elk bestaande uit 2 lagen rijshout en een tussenlaag van riet. Hierbij bewees de zinkbuis uitstekende diensten. Om het hele zinkstuk goed op de zeebodem te krijgen,
spelen zijlossers, die hun lading steen op de zinkstukken storten, ook een belangrijke rol. Afzinken en bestorten van de zinkstukken nam een half jaar in beslag. De gemiddelde capaciteit daarbij was 2 zinkstukken per week. Het totale oppervlak van de zinkstukken was tenslotte zo ongeveer gelijk aan dat van 15 flinke voetbalvelden. Na het plaatsen van de eerste zinkstukken kan door onderlossers onmiddellijk begonnen worden met het storten van het grind onder het hart van de dam. En vervolgens met het opstorten van de onderlaag van de damkern. Een werk dat door de ondiepe ligging van de zeebodem alleen bij kalme zee en kentering van het tij verricht kan worden. Het storten van de bovenlaag van de damkern geschiedde vanaf de wal, met behulp van kolossale rupskranen van het type Lima 2400. Deze kranen zijn zo breed dat ze maar net op het rijdek van de havenhoofden kunnen rijden. Machtige Mack trucks werden aangeschaft om de materialen naar de kranen te transporteren. Voor een intensief tweerichtingsverkeer van deze vrachtwagens moest overigens eerst het rijdek van de oude havenhoofden aanmerkelijk worden verbreed. De sprei van deze kranen maakt het mogelijk de zeer zware lasten over een afstand van 25 meter te storten of te plaatsen. Met stenen in gewicht variërend van 300 tot 1000 kilo moet de damkern worden opgehoogd tot 1 meter boven NAP. Een karwei dat, zoals trouwens de hele uitbouw, in volledige continu dienst werd uitgevoerd. De volgende fase is het profileren van de gestorte kern met behulp van zware polypgrijpers. Volgens plan krijgt de kern daarbij een helling van 1 of 1,5. Om deze kern tijdelijk tegen golfaanval te beschermen en om penetratie van vulbeton te voorkomen, wordt een speciale grind-asfaltmortel aangebracht. Aldus komt het stenen bed gereed waarop de kruin van de dam zal rusten. Een kruin gevormd door I-vormige elementen, elk met een gewicht van 30.000 kilo.
Vervolgens worden de ruimten tussen de tegen elkaar geplaatste elementen volgestort met beton. Na 8 tot 12 uur is deze betonlaag hard genoeg om de kraan van 240 ton te kunnen dragen. Deze kan dan zijn werk voortzetten met het aanbrengen van de dambekleding, bestaande uit zware betonblokken op het werkterrein gefabriceerd. Voor deze blokken produceert de betoncentrale van de combinatie een basaltbeton met een soortelijk gewicht van 2,65. Een hoogsoortelijk gewicht dat verkregen wordt door als toeslagmateriaal basalt te gebruiken in 4 verschillende gradaties. In speciaal hiervoor ontworpen kubels wordt de beton naar de blokkenfabriek gebracht. Brengt een traverse kraan weer zo'n lading boven een stortbordes, dat op zijn beurt weer nauwkeurig boven een stalen bekisting wordt gemanoeuvreerd. Na het ontkisten moet zo'n blok naast de stortvloer eerst nog verder verharden. Zo werden hier 6000 blokken van 12 ton en 7650 blokken van 25 ton elk gemaakt. Daarbij waren er 2500 voorzien van absorberende gaten, de zogenaamde stolkblokken. Aan de hand van deze tekening zien we hoe de blokken geplaatst worden. Om de blokken vooral onder water op hun juiste plaats te krijgen, moest in de rupskraan een elektronisch plotsysteem worden aangebracht dat de machinist in staat stelt aan de hand van een plotkaart nauwkeurig positie te kiezen voor het plaatsen van zo'n blok. Zo ontstaat een ogenschijnlijk grillige bekleding van betonblokken, die echter helemaal volgens plan is geformeerd. Een bekleding die erop berekend is de golfaanvallen te breken. Ter weerszijde van de dam wordt tenslotte een teenbestorting aangebracht. De hiervoor benodigde stenen van 1000 tot 6000 kilo worden gestort door zijstorters. Zo vordert de bouw van elk van de dammen met gemiddeld 15 tot 20 meter per week. We moeten wel even vermelden dat de scheepvaart tijdens deze werkzaamheden geen enkele stagnatie ondervond. Gedurende de bouw worden vanaf een speciale brug voortdurend peilingen verricht,
om na te gaan of de helling van het damprofiel overeenkomstig het bouwplan is. Wanneer het doorgaans wisselvallige weer het maar enigszins toelaat, worden al deze bouwactiviteiten zonder onderbreking voortgezet. Maar er zijn dagen dat het daar op de kop van de dam nauwelijks is uit te houden. Talrijk zijn ook de dagen dat stormachtige winden en zware zeeën de bouwers dwingen het werk stil te leggen. Steeds voortgang daarentegen vindt de fabricage van de kruinelementen van gewapend beton. Hiervoor moeten omvangrijke geraamten worden gelast. Voor deze elementen met hun I-vormig profiel zijn speciale mallen gemaakt. Zodra zo'n element gestort is, gaat het voor een snelle verharding in een stoombad. Even de cijfers voor zo'n gevaarte: gewicht 30.000 kilo, lengte 7 meter, breedte 2,5 meter. Voor de beide dammen waren 400 van zulke elementen nodig. Een enkele keer werden de bouwers door een storm genoodzaakt het werk in een belangrijke fase te onderbreken. Maar veel tegenslag was er gelukkig niet, zodat de bouw voorspoediger dan de planning verliep. Het werk begon met de bouw van de 600 meter lange Zuiderdam. Toen deze werkzaamheden behoorlijk gevorderd waren, werd een begin gemaakt met de Noorderdam, lengte 400 meter. Hier worden de eerste kruinelementen van de Noorderdam geplaatst, die daarna worden volgestort. Net als bij de vele andere werkzaamheden die u zag, blijkt hier wel hoe sterk de havenbouw is geautomatiseerd.
zo worden de machtige armen van de nieuwe buitenhaven over de kop uitgebouwd. Met de werkzaamheden aan de Zuiderdam is men hier zo ver gevorderd dat de laatste elementen rond de kop geplaatst zijn. Natuurlijk moet daarna ook hier nog de bekleding met zware betonblokken, elk van 25 ton, worden aangebracht. De ruwbouw van de Zuiderdam is daarmee tot een eind gekomen. Een ruwbouw waarbij de fijnste elektronische hulpmiddelen en de modernste werkmethoden en materialen benut zijn. Terwijl de uitbouw van de Noorderdam gestaag voortgang vindt, kon men beginnen met de afwerking van het rijdek van de Zuiderdam. In hun eigen klimaat moesten de Nederlandse waterbouwers weer eens in alle mogelijke Nederlandse weersomstandigheden werken. In de herfststormen en in de zomerse hitte. Midden in de winter, wanneer alles met sneeuw bedekt was, werkten ze zolang het kon ook nog door op de dammen. Al die werkzaamheden werden in een goed georganiseerd continu bedrijf voortgezet. Na anderhalf jaar, in september 1970, breekt de dag aan waarop het laatste element van de Noorderdam geplaatst wordt. Volgde nog de blokkenbekleding van de kop. En toen was op de afwerking na een karwei van 60 miljoen gulden gereed gekomen. 6 maanden voor de geplande totaaltijd van 2,5 jaar. Een gigantisch werk, verzet door 6 Nederlandse maatschappijen die verenigd waren in een voorbeeldig werkende combinatie. Overeenkomstig de voor dit doel genomen proeven leverde de combinatie een haven gevormd door 2 machtige asymmetrische dammen die berekend zijn op een optimale stroomgeleiding. Scheveningen werd daardoor een volwassen en een veilige haven.